Zit KFC in de buurt hier? Kom maar. Ik zit helemaal bij de KFC in de buurt. Deze video is niet gesponsord door deze hoerenvent. Maar we hebben wel verschrikkelijke trek. Dames en heren, we gaan alles bestellen van de KFC vandaag. Maar we staan nu hier en het ding is, ze hebben hier geen paal bij komen bestellen. Twee zakjes maar, valt mee. Nee. Hey, het kon niet vallen. Die zijn kut, hè? Dit zijn bommetjes, hè? Dit zijn wel lekker, die hoor. Dit zijn bommetjes, hè? Kijk, jij maar deze worden ook heel fiets. Hey. Ik wil ook. Honger. Oh. Daar zitten we dan. Milo terugzetten. Matty heeft iets voorbereid. Mag ik niet gewoon pakken? Nee, mag niet pakken. Nee, ik heb echt een geniaal idee. Nee. Maar ja. Even, ik heb gewoon honger. Nee. Vandaag mag je niet eten wat je wil in de alles van de puntje eten. Nee, vandaag gaat het. Ik heb een goeie. Mensen, abonneer binnen 5 seconden, anders mag je nooit meer eten. 5! 4, 3, jammer! Ja. Wat we vandaag gaan doen, kijk, je hebt één ding op het rad, die is oranje. Dat is de vrije keuze, dan mag je zelf iets lekkers eten, maar dan win je het geweldige kippakket. Kippakket, dat wil je echt. Oranje is gewoon prijs. Dan win je de prijs. Als je iets anders draait, dan moet je dat wel gewoon opeten. Ja. Anders lig je eruit, dan kan je nooit meer kans maken op het kippakket. Maar het vervelende wat ik zie, is dat naast de vrije keuze zit de variety bucket en de family bucket. En die zijn vooral kut. Dat doen ze ook altijd in die speelkast hier, dus daarnaast zit altijd niks. Dit is 30 euro, er zitten 4 maiskolven bij en 4 frietjes. Je moet je op, anders maak je geen kans meer op het kippakket. Ik wil wel beginnen. Dit is heel belangrijk, hè? Een heel belangrijk moment. Als ik nou alleen die family bucket draai, dan ga ik zo lachen. Niet die vrije keuze, als niet het kippakket. Als ik nou alleen die family bucket draai, dan ga ik daar zo'n stuk. Oh, lekker! Original stekker. Original stekker, lekker! Zo. Dit is wel een hele lekkere om mee te beginnen. Er zit heel veel saus op. Alsjeblieft. Nee, maar wat is dit voor waardeloos ding? Draaitje. Heel subtiel. Singer stekkerburger. Singer stekkerburger. Oh, lekker! Jullie hebben echt geluk, jongen. Geen maar. Ik wil een koolsla, die is zo smerig, heb je honger? Ik wil niet met een koolsla beginnen. Oh! Oh! Ja! Ja! Nee! Hij zit aan die kant, ja. De Double Crunch Burger. Jullie hebben 3 fucking lekkere burgers. Ik durf niet te kijken, ik ben echt iets kuts, jongen. Niet kijken. Ik wil het kippakket aan die binnen. Ik kan in de spiegel zien waar die zit. Ook een burger! Original Burger. Goh, goed burgertje. Ik heb sowieso nog nooit gegeten bij de KFC. Als er veel goede dingen uitgaan, blijft er niet heel veel goeds over. Ik moet zeggen, wel lekker. Ik zeg dat ik nooit frisdrank drink, behalve in bankzitten in video's waar we dit soort dingen doen. Hey, zullen we gaan draaien weer? Ja. Ik ben ongeduldig. Zal ik gewoon draaien? Ja, draai gewoon maar. Ik zie nu ook dit gat er iets kuts komen. Ja. Voor één van ons sowieso. En hoe die maar, hoe doen we dat? Als er alles weer op eentje komt, die gebruikt. Nog een keer. Ga eerst naar rechts. Nog een keer draaien. Nee. Chicken share! Ja, ja, ja! Dat is een bucket, dat is een van die buckets. Dat is deze, ja, deze. Ja, oké, okay, maar het is wel de kleinste bucket van allemaal. Weet je hoeveel kip dat is? Maar als dit mijn bucket is voor vandaag, vind ik het niet erg. Hoop ik op een lekker frietje. Goh, een bucketje. Lekker zeg. Zinger. Wat is dit nou weer? Dit is een dubbel spek. Dit is wel zinger hoor. Dit is een zinger. Dit is zinger. Ja. Dit is waarschijnlijk niet een zinger, maar je gaat hem gewoon lekker opeten. Jezus. Maar dit is die dubbel crunch burger. Goh, ik heb een box. Dit is die dubbel crunch. Ja, ja. Ja! Ik ga nooit meer kippakket winnen nu, man. Frietje, frietje. Nu gaat het feest beginnen. Nu komt bij met die family bucket en dan is het klaar. Frietje! Nee! Wat is dit nou weer? Bek houden, niet schreeuwen. Winnen. Hij gaat echt winnen. Nu is een oliebol. Die kip is niet vet. Deze klap ik hoor. Ik baalde van mijn dubbele burger, maar uiteindelijk kom ik er nog wel het ene beste vanaf. Ik heb het echt zwaar. Smakelijk dit. Jij gaat zo'n koolsla krijgen of zo. Ja, gaat zo'n koolslaatje krijgen. Dat is wel fucking geniaal trouwens. Die is lekker. Die is wel lekker, ja. Dit zijn wel de leukere video's om op te nemen. Dan maak ik het gewoon lekker. Nee! Je wilt toch dat we langer doorgaan? Nee! Maar het is één burger dit. Gewoon nu ook allemaal vrienden weg. Mensen, hoor je dit? Ah. Wie de fuck chapt er nou spons? Wat ga jij erop krijgen? Dit wel. Maar ik denk dat officieel bij die variety bucket voor mij ook nog zo'n bakje popcorn chicken hoort. Ik ga voor het eerst een eetje uitwinnen. Het rad bepaalt, hè? Jullie staan nu op dit moment gelijk, hè? Koen, kun je een deal sluiten? Jij één kipje van mij eet? Eet ik straks één kipje van jou? Nee, ik eet een kipje van jou, maar dan eet jij mij volgende rond. Nee. Hoe is dit? Is het lekker? Kimmel mayo. Jij hebt hem daar liggen. Waarom zeg je dan geen idee? Ik kan geen smaak meer onderscheiden. Dus een soort, ik zit nu in de fase dat ik naar het rad kijk en dat gewoon alles wat ik zie beter is dan wat ik nu in mijn hand. Ja, dat is wel waar. Maar over die family bucket. Op, netjes. Tijd voor weer een oliebol. Ga je zeggen dat dit geen oliebol is? Nieuwjaar! Gadverdamme. Ook trouwens, weer nog één kipje ruilen voor. Volgende ronde. Nee, dat aanbod is niet meer verloopt. Wat hoop ik dat Milo die family bucket heeft zo. Je krijgt toch geen vette vieze klauw hiervan, joh. Valt wel mee met je frietjes. Ik heb echt een hoeren ding, jongen. Een dubbele bodem of zo. Ik ben nu aan mijn 10e zelfde kippenstuk bezig. Nul variatie. Er is vast iemand die hoger is dan cashier bij de KFC die dit kijkt. Ik ging vroeger altijd naar de KFC en dan bestel ik filet bites. En dat was ongelooflijk lekker. Wij ook vaak, man. En dan haalden we filet bites. Dat was gewoon lekker. Maar dat is toch een beetje die chicken popcorn, maar dan lekker. Ja, toen hebben ze dat eruit gegooid. Hebben ze chicken fucking popcorn. In het
assortiment staan. En dat is niet te vreden. Dus als je nu kijkt, hashtag bring back filet bite. Goed verhaal. Deze dingen zijn ook nog godverdomme heet ook, jongen. Wat is dit ook? Kunnen jullie gewoon draaien en dat ik rustig dit opeet en dan als ik klaar ben nog een keer draaien? Dan loop ik wel achter. Ja, is goed. Please, geef hem die koolslaw. Dat is echt nog erger dan die bucket. Geef hem die tering bucket. Milkshake! Milkshake! Lekker chocolade, milkshake! Oh, het is gewoon lekker, man. Dat is gewoon lekker, man. Ja, dat vult toch ook weer? Ja, dat is ook bro, je hebt een koude milkshake. Je zit in één bakje van die family bucket. Twee van die miserige burgertjes al. Lekker family. Dit is zachtjes, hoor. Ja! Oh my god! Dezelfde! Dit is klaar, dit is kansloos. Ik ga je niet aan beginnen, denk ik. Jawel! In poesie of zo. Ik ben er ook begonnen. Ja! Ik heb één frietje en een milkshake. Ik wil eigenlijk dat kippakket niet winnen. Leuk als jullie die winnen. Jawel, je gaat die gewoon eten. Jij. Ik heb aan je variety bucket op. Eet maar, je moet wel proberen. Laat zien dat je eetkampioen bent, anders gaat hij winnen. Wat is dit nou? Ja, je wil niet dat ik win. Dit is zo'n rap, grote rap. Met twee kleine kutstukjes kip. Je bent fucking veel rap aan het eten. Ik proef niks, alleen maar rap. Je wilde gewoon leuke video opnemen. Ik wil gewoon godverdomme één keer aan het rap draaien. Ja, maar Milo, daar had je ook geen maiskolf meer opgekund. Gaat omdat dit gewoon precies 12 van dezelfde stukken zijn. Tranen in zijn ogen. Gewoon zelf rode vlek in zijn gezicht. Je moet gewoon zelf denken van dit is niet hetzelfde. Ja. Ik word echt dood. Hé, mannen. Ja, maar die zien er niet goed uit. En jij hebt het goed gedaan. Voor mij mag je draaien. Mag ik skippen? Ja. Draaien, man. Family bucket. Oké, alsjeblieft. Een Fernandez. Family. Een Fernandez. Family. Een kidsmeal. Een cookie die er niet is. Als jij family hebt, ga ik binnen. Burger. Oh, de barbecue burger. Oh, de barbecue burger. Nou, lekker kip weer. Eet eens even door. Ik ga die opeten. Milo, geef het op. Geef je op? Ja, tuurlijk. Hè? Gaat niet dat hij nog weer 12 van die kutdingen weg zit te beuken? Waarom niet? Nee, een beetje kip bij je andere mond. Als ik deze op kan, voel ik mezelf echt... Doe! Dit is echt my lucky day, hè? Als je kijkt wat ik allemaal draai. Ik wil gewoon nog één keer draaien. Nog één keer draaien. Bam! Ja, gaan we weer draaien? Nee. Jawel. Ja, ik wacht tot Koen. Ik ben weer eerder klaar met Koen. Ja, dat maakt er niet uit. Want je kan ook wachten en dan kan hij eerst draaien. Misschien draait hij het kippakket wel. Ik wil wachten tot jij klaar met Koen. Ga je dat doen? Ja, gaat gewoon genieten gewoon nu. Jij mag nu eigenlijk... Is dat een Oreootje? Ja. Oh, een atje. Hij trekt hem gewoon. Hé, gaan jullie gaan draaien dan eet ik dit laatste deel op? Nee. Hoe wil het uitzetten, maar het niet meer kan? Ja, ik kan niet meer. Hij kan niet meer. Hij kan niet meer. Als je nu goed draait, heb jij die kippakket. En dat wil je hebben. Ik ga draaien. Nee! Ongelooflijk! Deze guy is toch... Yes! Dit is zo bizar weer. Fris ik naar keuze. Ja, vind ik ook, maar... Ja, dikke lul. Kijk voor de Pepsi Max. Jij hebt echt een caloriearm dagje vandaag. Deze vent heeft gewoon een burger en een frietje en een fris drankje in de buurt. Gewoon wat je normaal zou kunnen bestellen, zeg maar. Nee, niet het kippakket. Niet het kippakket. Niet het kippakket! Oh! Net kut, Fernandez. Opnieuw! Ja. Ja! Hoe kan dit? We hebben nog kidsmeal, crunchy cheeseburger, mais goldsla, popcorn chicken, family bucket, frietje. Dit is niet zoet. Ga je draaien? Ik ga draaien. Ik voel hem niet nu hoor. Nou, als je opstaat... Ik voel me echt een olietanker. Ja, tering. Heb je je bucket nog niet op? Als je op bent, mag je weer draaien. Hoer op! Oh! Ja! Besef bij dit ding zit 4 mais, 4 friet. En die hele bucket hier ook. Dat is lekker toezicht. Eet smakelijk. Oh, oh, mijn god. Dan krijg je meteen je mais erbij. Wat mais krijg je erbij. Popcorn chicken zat er natuurlijk ook bij, inderdaad. Ja. Die mag je ook hebben. Je hebt trouwens ook nog deze hele zak friet erbij. Tas lekker toe. Streep maar door die family bucket. En ook afvallen bij, een lafhaard. Waar dit is, het slaat helemaal neer. Het is gewoon een kind. FC Roelie. Ja. Ga jij ook gek draaien? Ik zit er ook nog in, hè, trouwens. Een dikke lul, opgezonen okay. Niet uit. Zacht, tactisch. Nee! Nee! Blijf het koolsla! Zullen we doen dat je alleen de koolsla hoeft te doen? Nee, mais ook. Oké. Okay. Lekker ratsen, lekker tatsen. Draai jij maar voor mij, Milo. Ja, moet ik voor jou draaien? Ja, je hebt zoveel ongeluk gehad. Wat wil je? Ja, vrije keuze. Een kippakket, hè? Een kippakketje. De andere kant op ook niet. Ja! Oh, hij doet het! Hij doet het! Hij heeft altijd ongeluk! Ja. Ben ik hier nou blij mee? Ja, ik ben hier wel zo blij mee, maar ook weer zo niet blij. Ga je nog eten of... Ja, absoluut niet. Ik kies de lekkere Tropicana! Ik kan ook nog zoveel eten. Hij is zo koud als toe. What the fuck? Zo! De doos is heel groot, er zit niet zoveel. Kippensoep! Kippensoep! Met vermicelli! Hey, wow! 20 verse scharreleieren medium! Lekker zeg! Een Franse scharrelkip! Milo, kan je deze over je hoofd doen? Kan ik mijn lul erin stoppen? Prima, ja, geen probleem.
Een bakje met goedkope salade kipkei. Dit is echt de allergrootste anti-klimaat die ik ooit heb beleefd. Ja, het was ook een kutkip. Dit is een beetje nat. Kipnuggets! Ontdooide kipnuggets! Oh ja, ja. Deze kip was op. Play-Doh! Mensen de hele video wachten op een kippakket. En het hoogtepunt is een Play-Doh Animal Crew Cup. Kip. Mensen, de groeten. Mensen, abonneer op het Bankzitkanaal. Nee hoor. Doei!